In het grensgebied van Turkije en Syrië vond een enorme aardbeving plaats, waardoor meer dan 50.000 slachtoffers te betreuren waren. De oorlog in Oekraïne was nu een jaar aan de gang. De vrede lijkt nog ver weg. Heracles Almelo raakte achterop in de competitie, hoewel het nog steeds op de tweede plaats stond. We beleefden een milde februari met temperaturen iets boven normaal, maar met een zonnig einde van de maand. En dit was wat er in Almelo gebeurde. Stakingen in het streekvervoer zorgden voor overlast. Kijk, alles is leeg. En de Blownet loopt ook, dat gaat ook niet. Wij zijn vrijwilligers van de buurtbusvereniging Alderingshoek. En het bestuur heeft besloten om wel te rijden. Maar wij zijn geen stakingsbrekers, dus we rijden alleen de ritten die we altijd deden. Dus niet de ritten die normaal de grote bus reist. Het is wel lastig, ja. Normaal ga ik met de bus naar Centraal en naar mijn werk. Het moest nu met de fiets en in de hoop dat de bus rijdt. Dus ja, anders pakken we de trein. De inwoners van Almelo leefden mee met de slachtoffers van de aardbeving in Turkije. Ja, je zit hier zo'n beetje door zo'n winkelstraat te lopen. En dan zit je te beseffen van, ja, ik kan gewoon mijn boodschappen doen nog. Maar ondertussen, verder weg, is het gewoon drama. Ja. Dat is heel erg schokkend, laat ik het zo zeggen. En heel bedroefd af en toe. Heel erg, ja. Dat gun je toch niemand, hè? Er is niks meer van over. Kunnen we ons er eigenlijk wel een voorstelling van maken? Kun je niet voorstellen. Stel je voor dat je zelf gebeurt. Ja. Dat je niks meer hebt? Nee, niks meer hebt. Dat is heel erg. De spacebus landde bij basis Schoolstep. Nou, de spacebus is een educatieprogramma voor groep 7. En dat gaat over de ruimte, maar ook vooral over de aarde. Ja. De mooiste reactie is denk ik wel dat ze echt naar buiten komen en dat ze dan zeggen, ik wil nu iets gaan doen voor de aarde. En op wat voor manier dan ook. Dat ze zich inderdaad echt, dat de missie echt is overgekomen. Dus dat ze echt bewust worden van de aarde en hoe fragiel dat is. Kunstenares Esther Dieltjes exposeert in haar eigen kunstkabinet. Ik heb altijd al een beetje de wens gehad om een combinatie te hebben van atelier en winkel. En onlangs toen liep ik langs zo'n kleine bibliotheek, weet je wel, in een voortuin. En vlak daarna langs een huis die dus wel een vensterbank had met spulletjes erin. En ik denk, ja, wat hoe doe ik nou toch moeilijk? Ik kan gewoon zo'n kastje maken, een kabinet, een klein kunstkabinet in een voortuin. Eigenlijk weet ik het bijna niet meer. Ik heb echt heel veel dingen gedaan. Dus daar komt al die verscheidenheid vandaan. Ja, ik wil echt zoveel mogelijk proberen. Ik vind het heel erg leuk om heel breed bezig te zijn en elke keer weer iets nieuws uit te proberen. Waterschap Vechtstromen legde uit waarom de waterschapsverkiezingen zo belangrijk zijn. De afgelopen 4 jaar hebben we heel veel last gehad van droge zomers. We hebben heel veel moeten doen om extra water aan te voeren in Twente. We moeten gaan zoeken waar we nog goede waterwinlocaties kunnen ontwikkelen. En daarvoor moeten we ook voldoende water vasthouden. Want het wordt echt een beetje een strijd om wie gaat het water krijgen in de toekomst. En alles draait om geld. En dat is een keuze bij de verkiezingen. Vind je wat we nu doen allemaal wel goed genoeg? Of vind je dat er echt een tandje bij moet, maar dat gaat ook meer geld kosten? En dat is zo'n keuze. Ja, je bent belastingbetaler, je betaalt voor waterbeheer en dat gaat allemaal over je directe leefomgeving. En er is nogal wat water in en rond Almelo. En daar heeft het waterschap heel veel invloed op. En met jouw stem kan je bepalen hoe dat waterbeheer eruit gaat zien. In Knolmbrook werd carnaval gevierd. Ja, dit is natuurlijk het feestweekend van Bornebroek. Hè. Gisteravond is de macht overgedragen aan de knollentrekkers. Dus gisteravond in het gemeentehuis heeft prins Patrick de Eerste de stadssleutel gekregen. En is dit natuurlijk het weekend dat in het teken staat van carnaval. En onderscheidingen erbij. We zijn er gewoon helemaal klaar voor. En ja, als vertegenwoordiger van het college en als dorpswethouder ben ik hier natuurlijk heel graag van de partij. En ook bij de club was het groot feest. Ik vind het een onwijze eer. Ik vind het ontzettend leuk. Ik was al enige jaren lid van de vereniging. Nu als prins. Ik had dit nog niet meegemaakt. Maar wat een feest. Echt geweldig. Ja, geweldig.
Ja, dan mag een applaus. Ja. Zeker. Zeker. Ondanks de oorlog gaat het historisch festival toch door. Martijn Makkinga legt uit waarom. Let op, 2019 was er ook oorlog in Syrië. Hè, die hadden we toen net gehad. Ik heb zelf lesgegeven op Palet. En er komen heel veel kinderen zitten op die school met een oorlogsachtergrond. Altijd hebben we natuurlijk ons educatieprogramma. En als je dat uitlegt, dan vinden kinderen dat eigenlijk op zich heel interessant. En er was eigenlijk geen shock of helemaal niets. Alleen ja, soms moet je het wel uitleggen. En juist door de gebeurtenissen in Oekraïne gaat het natuurlijk wel een andere dimensie krijgen. En als je dat op de juiste manier uitlegt, ik denk dat het juist heel goed is. Fietsenzaak Ten Tuscher werd wederom opgeschrikt door een inbraak. Er is hier een inbraak geweest. Één persoon heeft met een hamer de ruit doormidden geslagen. En ze hebben één fiets door de ruit heen meegenomen. Ze zijn één fiets kwijt, een elektrische mountainbike van Trek. Gelukkig is het bij één fiets gebleven, alleen de schade eromheen en het gedoe er allemaal omheen om 's nachts deze kant op te komen is altijd gewoon vervelend. De ruit is er alweer ingezet, tenminste een noodruit, zodat we gewoon vandaag weer aan de slag kunnen. De Dutch Beardo's liepen en rolden 206 kilometer om geld in te zamelen voor de mobiele speelgoedbank. We gaan een sponsorloop doen van 206 kilometer in een kleine 5 dagen tijd. En hopen op zoveel mogelijk donaties dat de mensen ons gaan helpen, zodat we samen die mobiele speelgoedbank kunnen realiseren. En Joost Konijnenbel, wat is eigenlijk de reden dat jij dit gaat doen? Nou, omdat ik namens de speelgoedbank mijn bijdrage wil leveren om die 200 kilometer rollend te gaan volbrengen. Het is als een ludieke actie gestart en het is enigszins uit de klauwen gelopen. En nu zitten we hier aan het begin. Dan denk ik dat ik hier voor ga. In het kader van Sterren geportretteerd schilderden 3 kunstenaars een portret van voetballer Samuel Armenteros. Hij koos zelf voor het werk van Jos Engbersen. De andere 2 doeken werden geveild. Nou, ik ben bezig met een museum thuis, waar ik dan dingen uit mijn carrière mag delen, shirts die ik heb gewisseld, prijzen en dingen waar je na je carrière terug naar kan kijken en herinneren die plekken die ik dan in de wereld heb mogen zien en heb mogen meemaken daar gaat hij zeker een plek vinden. Steeds meer mensen moeten een beroep doen op de voedselbank. Met hard werken kunnen zij aan de vraag blijven voldoen. Dat je dus in één keer van 170 naar bijna 300 gezinnen toe gaat, dat is nogal stormachtig. Hoe hebben we dat gerealiseerd? Hard werken en dan werkt dat. Wel constant aan knoppen draaien, dus dat je zegt van dit kan beter of dat kunnen we anders doen of dat gaan we zus of dat gaan we zo. Maar dat lukt allemaal wel. We zijn meer dan oeverloos dankbaar wat dat er gaat naar de provincie toe. Die had al in de gaten wat voor slag dat wij wilden maken, ook moesten maken. Vooruitlopend op alles wat er op ons afkwam. En die hebben ons meer dan ruimhartig gesteund in de aanschaf van nieuwe koel- en vriesapparatuur. We hebben geen flauw idee met z'n allen wat er aan zit te komen. Was dat de piek, die 300, of komt er nu nog een verdere stijging van het aantal mensen wat een beroep op ons gaat doen? En dat weten we niet.